Volgende klus, deze deur. Het enige wat hier mooi in is, dat zijn de tekeningen. Voor de rest klopt er helemaal niks aan. Eentje heb je hier te hard geklopt, want het ruitje is kapot. En het is een stompe deur die in een opdekkozijn zit. Dus deze gaat weg en hier komt een hele mooie zelfgemaakte barn door. Jazeker, een barn door. Een boerderijdeur dus. En die is niet alleen decoratief, maar ook ruimtebesparend, omdat je geen rekening hoeft te houden met de draaiing van de deur. Superhandig. Deze barn door wordt net even iets anders dan al die andere, want de delen aan de achterkant komen niet recht. Ook niet zo, maar onder een hoek van 60 graden. En waarom 60? Op de haard komen deze tegeltjes, maar ook deze eikenhouten delen die ook weer onder diezelfde hoek komen te staan. Dus dan krijg je een mooie eenheid. Nou, dat klinkt weer als een vernuftig plan. Thomas begint met de buitenkanten, oftewel het kader van de deur. De kader van de deur die is op maat. Hij is 2,40 hoog, zo hoog mogelijk en 98 breed. Dus dit ga ik nu aan elkaar koppelen. Dat ga ik blind doen door middel van deze pennen. Dus nu aftekenen en dan kan ik de gaten erin frezen. Zo heb je een stapel planken. En dan heb je ineens een deur. Nou, dit wordt de zichtkant. En deze kant die zie je eigenlijk niet. Die komt tegen de muur. Je ziet hem vanaf de gang. Ook mooi, maar dit is wel het allermooiste zo. Met het kader zo, die schuintjes. Goed gelukt. Alleen nog in de olie en dan kan ik hem opvangen. Ja, daar is hij hoor. Nou, nog drie. Hij is best zwaar. Stoer zo, hè? Wat een verbetering. Leuk. Wil jij ook zo'n deur maken? Kijk dan voor de werkbeschrijving op onze site.